Welkom in de Heksenketel. Zo heet Beek Upbergen met carnaval. Het is vandaag roze montag. Ruim 80 wagens en 12 loopgroepen staan helemaal aan die kant en komen allemaal deze kant op. Veel plezier! Ik kijk niet alleen naar deze optocht. Ik heb hulp vandaag. Hier uit mevrouw Beek Upbergen. Wilma Huilmand, welkom. Het is wel droog geworden intussen, hè? Het is gelukkig droog. Ja, maar ik heb begrepen dat dat voor de mensen die hier staan niet kan weerhouden om toch te komen, toch de optocht te kijken. Mensen die van carnaval houden, die laten zich niet gek maken, nee, hè? Precies. Door een paar druppels regen. Jeugdcarnaval, kom voorbij uit Lent. Ja, van de jeugd moeten we het hebben. De jeugd heeft de toekomst. Het knupje uit Lent. Het lijkt wel een kasteel met ridders. Ja, mooi nagemaakt hoor, zo'n maquette. Ja. Het lijkt ook ontzettend op het Groesbeekse gemeentehuis. Ja. De carnavalsvereniging Schotse Schuif uit Groesbeek. Ja, uit Groesbeek. Wat ze precies uitbeelden is mij niet bekend. Het ziet er wel heel gekleurd uit. Ja, het ziet er wel als een kermisattractie. Met schommels en bakjes. Het ziet er vrolijk uit in ieder geval. Het lijkt wel een oude draaimolen van de kermis. Die twee grote koppen in beeld van de carnavalsvereniging Goedgek uit Groesbeek. Zij beelden de opgraving van de groezen uit. Ik heb begrepen dat ze ook al vaak prijzen hebben gewonnen. Het is wel heel imposant hoor. Hele grote kop. Ja, hoog. En het beweegt. Kijk, die tweede meneer achterop de wagen. Ja, lijkt wel Bob de Bouwer. Ja. Die heeft nog een hijskraan. Die heeft nog doet ook met zo'n bakje eraan. Zo'n graafmachine. Er komt een groep aan. Die loopt, maar het lijkt alsof ze zitten op stoeltjes met bungelende benen. Ja, grappig. Het beste paard van stal. Ze staan in de bakkies, net als jockeys met hun renpaarden staan. En ze worden helemaal door de straat geduwd met aan de achterkant de staarten van de beestjes. Het is carnavalsvereniging De Puma's uit Groesbeek. En hun tafereeltje hier heet Hans en Grietje. Ik vat hem niet helemaal, maar het zal wel humor zijn. Het zijn in ieder geval mensen van de scouting. Ach, de renpaarden zijn losgelaten. Haar feest hebben ze wel. Met een grote kop op de wagen. Met een prachtige kop gemaakt. En als je die kop ziet, ja, dan moet je wel lachen hoor. Het lijkt wel bingo en gokken. En het geld, de euro's, Beatrix erop. En zo, het zal wel linken aan het casino-spel, geloof ik. Of het pokeren. Wat op het moment ook gewoon hip is met die poker spelen op televisie. En het casino nadoen. Nummer 49. Ja, dit gaat over de drijfjacht. Ja, het is moeilijk om over het hoofd te zien. Zo'n grote kop van een wild zwijn. Veel over te doen geweest vorig jaar in het nieuws. Te veel zwijnen. Sowieso in Gelderland ook te veel. En die moesten met drijfjacht afgeschoten worden. En het is er tot nu toe nog niet van gekomen. Wie zijn jullie? Het Kliekske uit Leut. En kom je altijd naar de Beek Upbergen? Meestal wel, ja. Waarom? Leuke optocht. Veel mensen aan de kant. Ja, gezellig. Gezellig. Heel gezellig. Roze montag. Wat zeg je? Mag ik het goed te doen? Ja, dan ga je gaan. Thuis, Fon. Mijn vrouw en mijn kind zitten thuis. Dag, lieve schat.
Nou, bedankt, hè. En je gedraag je, hè. Dat is wel het leuke van deze optocht, Wilma, dat de deelnemers echt overal vandaan komen. Zeker niet alleen uit Beek en Utbergen, maar overal uit de hele regio. Dat is wel hartstikke leuk. Ja. Ze hebben zojuist wat snoep gegooid. Dat is ook traditioneel, hè? Dat verschillende wagens gewoon ook voor de kinderen langs de kant en ook de grote kinderen snoepgoed uitdelen. Dat gebeurt veel, hè? Dat gebeurt heel veel. Volgens mij is het ook iets Duits. Traditie. Tulpen op zondag en rozen op maandag en snoepjes. Die horen daar gewoon bij. Met de carnaval. Ja. Ja, en al die kerels die hebben allemaal dozen bij zich. En die kijk eens, die gooien zoveel dat het publiek zegt, oh. Ja, en ook wel een vriendenclub uit Hooi. 12 jongens, ze hebben al 6 jaar carnavalswagen. Die maken ons geen zorgen over de cupcakes van morgen. Met andere woorden, ja, hoe ik me morgen voel, dat zal mijn worst zijn. Vandaag een feest en gaan we ervoor. Gezellige boel aan boord. Loopgroepen met veel bloemen. Het ziet er zeer fleurig uit. Carnavalsvereniging. Het kan niet gekken. Het Groesbeek. Veel wagens uit Groesbeek. Het gaat om een vereniging die ontstaan is uit ook een vriendenclub. Dit onderwerp is ontstaan toen ze een dagje gingen vissen. Carnaval kwam ter sprake en toen was het begin van de bouw en de ideeën daar. Nummer 12 zien we voorbij komen. Wat zijn de? Er zijn de hekkensluiters uit Lent. En die hebben als thema onder de grond maken wij het veel te bont. Maar ja, ook deze wagen spreekt voor zich. Molletjes. Ziet er ook erg mooi uit. Mooie kleuren. Wagen, mooie kleuren. Ja, hoor. En die hele wagen. En die tijd. En de bloemetjes uit Lent. Hoeveel de Chinees ook van de Olympische Spelen houdt, dit jaar komt de vlam naar Mullenhout. De club uit Oosterhout. Carnavalsvereniging De Smilers. Ze doen voor het eerst mee hier in Beek, maar ze bouwen al wel 3 jaar hun wagen. Collega Ralf Tim die is vandaag in Nijmegen en daar gaat hij met het dweilorkest de stad door. Ga je mee van café naar café op zoek naar Dries Roelving. We dansen samen in ons spel aan de Waanslok, jongens de takken wij veur. Want de wijste dans is de postella. Ja, we moeten lief zijn voor elkaar. De eerste dans is de postella. De hit van ja, oké, blijven lopen. Ja. Doen vandaag? We gaan vandaag kroegentocht houden in Nijmegen. Ga je mee? Lijkt me heel goed plan. Vind je het erg als ik even verder ga? Dat kan ik niet. Ik kom niet verder. Ik ga even verder hoor, dat is helemaal niks. Oh,
zitten beter naar kijken dan naar die kerels die oude lullen, of niet? Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Ik ga met ze mee, vind je het goed? Moet je eens even kijken. Doe ik maar ga met ze mee, ja. Oké. Okay. Peter, en ik wil echt met hem trouwen. Waar is Peter dan? Thuis. Nou, vraag het maar, vraag het. Piet, wil je met me trouwen? Lieve schat, ik hou van je altijd en voor mijn hele leven. Ik wil met je trouwen, ik wil met je trouwen. Ik wil met je trouwen. Als er een huwelijk van komt, dan word ik uitgenodigd, hè? Ja, natuurlijk. Ik ben op zoek naar een diepte-interview. Wat een interview? Een diepte-interview. Een diepte-interview? Geen diepte-interview, een diepte-interview. Een diepte-interview. Graag los. Lieve mensen uit Nijmegen. Spoelhulp aangenomen. Nou nee, wij zijn geen spoelhulpje. Wij hebben wel een sollicitatie natuurlijk gedaan op die spoelhulp, maar daar komen wij niet voor. Waar dan voor? Wij hebben even de keuken gecontroleerd. Oké, we gaan door. Hey jongens, doei hè. Zak is lekker deur, hey, zak is lekker deur, dat is goed voor je lijf. Ja, doe eens even leuk op televisie, kom aan. Even leuk doen. Voor wie? Voor jezelf, voor alle kijkers, je hebt 300.000 kijkers in Gelderland. Doe maar, 1, 2. Hoi. Hey cameraman, laat die camera nou toch gewoon staan en ga lekker met ons mee van café naar café. Dames en heren, ik vrees dat dit daarmee ook het einde is van deze carnavalsreportage. Tot zover Ralf Tip vanuit Knotsenburg met Jonathan de cameraman en Ivo de geluidsman. Ja, dat zijn de Bartjes uit Oosterhout. Het lijkt wel een groot schaap wat voorop staat. Een geit. Een geit, wat heeft een sikje. Ze bestaan 7 jaar, deze carnavalsmensen. We komen zoals gezegd uit Oosterhout. En ze maken heel veel rook. Ik vind dat die wagens er allemaal nog heel erg mooi uitzien met al die regen die ze over ze heen hebben gehad. Ik heb de indruk dat de wagens ook steeds mooier worden. Er wordt steeds meer moeite voor gedaan. Het lijkt ook wel of de materialen die ze gebruiken steeds beter worden. Dat als er inderdaad sneeuw of ijzel of regen of wat dan ook overheen gaat, dat de kleuren beter blijken, dat de zon weer afspoelt. Dat papier-maché, dat is een beetje gedaan. Hè? Het is allemaal verf en lak en plastic. Kuskaart wordt ook heel veel gebruikt. Twee paarden. Vele wegen leiden naar Rome. Met paard en wagen willen wij files voorkomen.
jullie? Wat stemmen jullie voor? Ja, we doen voor het eerst jaar mee en we hebben een thema erop bedacht. En we hebben toeten gemaakt. Toeten? Een toeten. Van toeten en blazen. Je ziet hem, ja, inderdaad. Ja, helemaal goed. En wat wil je ermee? Waar slaat het op? Ja, we doen voor het eerst jaar mee, maar we weten wat we gaan toeten of blazen. We hebben toeten gemaakt, dus lijkt me mooi toch? Hartstikke mooi. Gezellig hoor. Mevrouw, wat bent u prachtig. Ja, mooi hè? Wie bent u? Ik ben het oor. En wat? Waarom? Al horen Siederswijken ben ik het oor. Oh ja, ik zie het. Ja, de rest komt erachter. Hebben jullie vanavond ook Wienerkup? Hebben jullie vanavond ook Wienerkup, Wie zijn jullie? CB de Lemmels. Waar komen jullie vandaan? Groesbeek. Ook al uit Groesbeek? Ja, ook al. Gaat het wel met die wagens over die zeven heuvelenweg? Wat zei je? Gaat het wel met die wagen over die weg? Jawel, gaat wel. Jawel, lukt allemaal. Doen jullie voor het eerst mee? Nee, voor even extra afgaan. Voor het vijfde jaar doen wij mee. Voor het vijfde jaar. Oké. Okay. Ja, leuk. Denk je dat je een prijs kan halen? Ja, ik ben er wel een mooie wagen. Daar hebben we wel het beste ervoor gedaan. Waarom vind je hem zo mooi? Ja, mooi, ziet er wel leuk uit. En het gaat, ja, over Groesbeek en over de molen. Mooi idee, mooi gemaakt. Dankjewel. Alsjeblieft. Vindt u ervan, van optocht? Ik vind het altijd heel leuk om te zien hoor. Ja. Al een mooie wagen gezien? Ja, vooral het Oosterhout. Ja, vertel eens. Hoe zag die eruit? Ja, deze komt uit Oosterhout. En één met over de Olympische Spelen. Dus ja, voor de rest weet ik het niet precies hoor. Dat komt schitterend uit. Ja. Ik denk dat Beek één voorbeeld is voor heel Gelderland. En kan concurreren met Zuid-Limburg en zelfs met het Rijnland. He? Dank u wel. Ik vind het schitterend. Het is een buitengewoon vriendelijk gastvrij dorp. Dank u wel. Als ik dat zo zie met die lat op het dak geplakt, dan denk ik, ja hoor, het is een skihut. De mensen skiën niet, maar rennen erachteraan en klimmen erin en klimmen er weer uit. Dansen, hebben wel een skibril op, ja, en hebben toch wel heel veel plezier. De skihut die komt uit Wamel. Goed bekeken, heet die carnavalsvereniging. Deze dame die komt uit Lent. Die hebben er zin in. Het gaat om het land van ooit dat failliet is. Het land van ooit is failliet, maar dat bederft onze carnavalspret niet. Er komt een kater voorbij. Leuk als huisdier. Wat minder als je er last van hebt de dag na carnaval of na feest. Met deze dagen hebben we liever een poes dan een kater. Dat is de kreet van deze carnavalsvereniging Groesbeek. Een lollig trupke. En weer een zaak uit Groesbeek. Het is van carnavalvereniging De Natte Trup. Die we ook ieder jaar weer hier terugzien.
Altijd hele mooie wagens. Ze bestaan al 32 jaar. En al die jaren doet ze dus ook nog mee aan de optocht in Beek. En volgend jaar is het 33 jaar bestaan. Dus een carnavalistisch jaar dus. Ja. Ze doen al bijna net zo lang mee als dat deze optocht bestaat. Hè? 34 jaar, dat is de 34ste keer dit jaar hier in Beekbergen. Dus ze zijn eigenlijk al bijna vanaf het begin van de partij. De volgende wagen is er weer een uit Groesbeek. Wilma, het is Groesbeek voor en na. Hè? Ja, maar ik denk dat je dat, als je alleen de optocht in Groesbeek ook al ziet, dat is, die is zo gigantisch groot. En het is jammer als je hem voor één jaar zou gebruiken, of voor één optocht zou gebruiken. Dus waarom zou je dan niet de andere optocht ook meedoen? En geweldig, want ja, hun dragen toch mee bij aan een hele grote optocht voor Beek. Ik zie een houten hut gebouwd. En dat heeft allemaal te maken met de spanning. De heren op het foto. Komt ook uit Groesbeek. Het kleine manneke heeft plezier, kijk. Ja, het kleine meisje ook. Want daar gaat deze mooie wagen van carnavalvereniging het mooie niet volgen. Een hele hoge wagen komt er aan. Bekende Groesbekers, waar zijn ze gebleven? Er staat bij, Groesbeek telt tal van artiesten en bekende personen. En ze vragen zich af waar die personen nu zijn gebleven. Zeg jij dat wat, Wilma? Groesbeek is een, toch wel een dorp waar heel veel muzikanten en bekende groepjes, bandjes vandaan komen. En dan denk ik bekend, veelal bekend hier in de regio. Maar er zijn ook wel een enkele... landsbekende bandjes, alleen vragen we het nu even niet, want het schiet me heel even niet binnen. De wagen uit Lent. Carnavalsvereniging de Olentia's. De vereniging bestaat al ruim 14 jaar. En zij houden nu 4 dagen fiesta zonder siesta. Ja, met carnaval moet je die siesta maar even overslaan. Het is weer een tropische wagen. Mooi. Met cactussen erop. Mexicaans uitgedoste personen op de wagens. En het is nog steeds droog. Er komt zelfs een heel klein voorzichtig zonnetje door. Niet onbelangrijk. Die is vandaag naar Groesbeek, hier vlakbij. Daar is prins Marcel. Prins Marcel de Vierde. En die is de leukste prins van Gelderland geworden. En daar gaan we kijken. Marcel. Marcel de Vierde, prins van Groesbeek en de leukste prins van Gelderland sinds afgelopen vrijdag. Dat klopt. Hoe voelt het? Oh, hartstikke goed. Nog steeds goed? Echt zeer goed. En ik heb een hele hoop complimentjes en felicitaties. Het is echt top. Meer van Aken, Carmenotjes, op je hondst of kipfilet. Zelfs op je runde lapjes, er is geen vlees dat ik nog snee. Meer van Aken, varkensputjes, met de Assiense mini. Want ik ga nou en de slager zingen, omdat nou ik is geen slager, maar de prins van feest is ziek.
ik heb gehoord dat hij de leukste prins ziet van Gelderland. Hey! Hey! Hartstikke mooi. Hè? Dank u wel. Meer van Laken, varkens, beurtjes. Met een massingebibi. Want ik gooi nou en de slagen zingen. Een dag nou lekker en de slagen, maar de prins van Facebook. Eet smakelijk, hè? Ja, dank je. Moet ook een hapje? Nou, doe maar. Ja, geef maar eventje. Ja, lekker. Dank je. Als wat bent u verkleed? Hartstikke koek. Jongens, bedankt hè. Fijne dag nog. Hallo. Hey, Marcel. En de Polonaise. De eerlijke Polonaise, hè? Doe je mee? Een beetje. Ja, de beetje. Ja, we doen altijd rustig aan hier. Wat gaan we nu naartoe? We gaan even eten. Eten? Dan gaan we naar de boerenbrood op de Ah, gezellig. Heel hartstikke gezellig. Marcel is de leukste prins van Gelderland. Absoluut. Wat is nou minder leuk aan hem? Er moet iets zijn. Ik kan me niks verzinnen. Alleen maar leuke dingen van Marcel. Nee, iets minder leuks. Iets minder leuks. Ja, ja. Hij weet niet van ophouden. Hij blijft maar doorgaan. Dus misschien is dat een minpuntje, maar dat is ook weer een leuke. Hey, dag. Hey, Hans, gefeliciteerd. Met jou. Benoeming. Jij hebt visa, hè? Dat zal het gebeuren, dus... Wat is dit? Dit is een boerenbruiloft. Dat wordt straks vanmiddag een echtpaar wordt in onecht getrouwd. Die jij net gefeliciteerd ja, hebt. Ja, die worden onecht getrouwd. Onecht? Ja, want ze zijn ook getrouwd, maar dat is gewoon onecht. Zo heet het. Gewoon een geheim. Onecht, ja. Ja, best wel, ja. Prins Marcel de Vierde. Waar gaan we nu weer naartoe? We gaan nu de tent in. Dan krijgen we daar een kindermiddag. Allemaal kleine kindertjes. Ja, dat is het laatste dat we doen vandaag. Vandaag gaan we laatste. Want ik heb het behoorlijk... Ik ben wel moe, hoor. Ja, ben je moe? Ja, wel. Nee, kom op, we gaan gewoon door. Wat vind je het mooiste van de hele dag? De hele dag? Daar kleine kinderen. De mensen minder werkte zich kapot door de vliegruis weg op de wind. Hey vriend, Hintare, maak een mooie strijd, want hij is onze nummer 1. Hey vriend, Hintare, maak een mooie strijd, want hij is onze nummer 1. Over het gokken, pokeren. Pokeren was ook op televisie, daar keken veel mensen naar. Mensen zijn ook weer thuis in het pokeren geslagen. Dit is een mini-casino, de Groesbeekse casino die voorbij komt. Met een grote nar die bovenop zit. De Nimbeekse trappers komen eraan. Ja, en hoe kun je het loopje oprichten? Hier in een wagen. Politiesteunpunt. Staan op de wagen. Laat de politie maar staken. Wij gaan er een paar dolle dagen van maken. De politie vecht voor een betere CAO en heeft al allerlei acties gedaan en is er nog steeds mee bezig. Dit is een wagen
die lijkt gebouwd te zijn op een oude SRV-wagen. Heksenketel staat erop. De naam van Beekbergen vandaag en deze dagen. Vandaag uit Beek, carnavalsvereniging Het Macht door de Beugel. Wij stampen af onze wagen niet af. Wat betekent dat, Wilma? Het slaat op het carnaval dat het zo vroeg is. Zo van, is onze wagen wel of niet af? Is niet af? Nou, iedereen mag zelf invullen of dat wel of niet is. Yet. De heksenketel, Wilma, die recht voor onze neus hangt. De heks in de ketel wordt daar opgehangen en neergehangen op het moment dat carnaval begint. Doet jullie naam heel goed eer aan. Carnavalsvereniging uit Haalderen, de Zwiembollen. En jij mag zeggen wat het betekent. Ze zeggen met minder alcohol voor het jonge volk en de ouderen dan. De jongelui aan boord die hebben plezier, die hossen, die springen, die dansen. En een pop heeft een biertje in zijn handen. Het gaat toch over wel of niet drinken. Kijk, dat kun je altijd nog zien. Het leunt. En ze hebben als thema, we hebben er weer zin in. Hallo! En krijgen we dus weer vleugels. Waarschijnlijk staat dat op de drankjes, de vleugeltjes. Mooie wagen, heel gekleurd. Veel gezichten, veel poppen. Het beweegt niet. Maar je kunt, als die zo voorbij komt trekken, heb je echt meer dan genoeg te kijken. Zelfs als ze zeggen dat ze van de ook de groep is heel veel uitgedost. Carnavalsvereniging De Berggeiten uit Bergendal. Wat met carnaval de Duvelshemel heet. De Prinsenwaken met paasjes en de Raad van Elf. Ook Bergendal, ieder jaar van de partijen in Beek. De Berggeiten, dat doet Bergendal en ook eer aan. Want ja, het heugt nog al als je die kant op wil. Het lijkt een groot kasteel. Ze gooien weer hoop snoep. Grote schommel, met allemaal heksen erop. Ja, we hadden ze nog niet gezien hier in Beekbergen. Ze komen uit Millingen aan de Rijn. Juliana Bicycle Team Millingen. Wie goed kijkt, ziet de kaart van Frankrijk aankomen. Grote, vette knipoog naar de Tour de France, het dopinggebruik, het omstreden dopinggebruik van vorig jaar juli. Waar Rasmus zelfs naar huis moest en er van alles aan de hand was. En deze wagen heeft de aandacht voor. Zelfs kleine Japanse mannetjes op een fiets, fietsend rond een bergje. En een grote draak die echt heel erg mooi is gemaakt met mooie ogen. En er komt zelfs echte rook uit zijn neus en uit zijn bek. En een meneer op zijn rug heeft de touwen vast en bestuurt de draak. Hele mooie wagen hoor. Wagen uit Leut. Deze slaat dus op het drankgebruik op de wagens, wat je straks ook vroeg. Onze burgemeester vindt het dus niet zo heel fijn als er veel gedronken wordt op de wagens. En die wil het eigenlijk het liefst uit de optocht bannen. Jullie burgemeester Paul Wilbers. Hij vindt dat niet zo heel fijn. Hij is niet de enige burgemeester die niet blij is met drankgebruik in de gemeentes. Hè? Want vaak levert het ook een hoop problemen op. Met carnaval moet er een hoop kunnen. En dan moet iedereen maar voor zichzelf weten, hè? Hoe ver die kan gaan. Met een wagen, ja, die er weer heel kleurrijk uitziet. En beweging in zit. Veel
gezichten, veel koppen. Flinke muziek bij de wagen. De groep komt uit de vlinder aan de Rijn. De grote groep bestaat uit 18 personen. Ze bestaan al 11 jaar en doen al jaren mee. Al 11 jaar op dreven nog steeds schots en scheef. Een Schotse kilt, een Schotse outfit. Mannen en vrouwen achter de wagen. De jeugdprinswagen met prins Vincent de Fantastische, de jeugdprins van Beek, de jeugdprins van de basisschool Biezenkamp. En hij heeft als thema jeugdprins Vincent de Fantastische viert carnaval met fantasie, samen met zijn pages Elise en Renske. Helaas, maar waar? Volgens mij de laatste waar, al of niet? Ik zie Prins Arend. Ja. Volgens mij Steven en jullie van Beek-Hubbergen. Ja. Prins Arend de eerste. Dit is alweer de laatste wagen. De prinsenwagen is zojuist voorbij gekomen. Prins Arend de eerste, waar speciaal voor een grasmatje ligt in het dorp. Zodat hij van zijn huis hier de heksenketel makkelijk kan vinden. Als het leuk en gezellig is, is de tijd zo voorbij. Het was ons een vaar genoegen vanuit Beek-Ubbergen. Graag tot volgend jaar.